Chemours is vandaag door de rechtbank in Den Haag op alle fronten in het gelijk gesteld. Met de huidige kennis van de stof FRD 903 die vrijkomt bij het produceren van kunststoffen met de Gen X-technologie, zijn er geen aanwijzingen dat de lozing nadelige gevolgen heeft voor milieu en volksgezondheid. In april 2017 besloot de provincie, die de vergunning voor het bedrijf heeft afgegeven, dat er geloosd mag worden met een beperking tot 2035 kg per jaar. Dit was al een verlaging. OASEN, het drinkwaterbedrijf dat in beroep is gegaan, vindt dat de provincie de toegestaande lozing nog verder had moeten verlagen. Nu heeft de rechtbank dus besloten dat geen moers in het gelijk is gesteld en er geen verdere verlaging nodig is. Daarnaast heeft de provincie ook de toegestane lozing van de stof E1 in de lucht beperkt. Dit ging van 450 kg naar 50 kg per jaar. Geemoers ging hierover in beroep en op grond van het deskundige advies is de rechtbank dus van oordeel dat het laagst haalbare niveau voor Gemoers 59 kg per jaar is. Dus ook hier zijn zij weer in het gelijk gesteld.